Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Westland. Welkom bij Dagelijks Woord. We gaan weer verder met de eerste brief van Johannes en we lezen 1 Johannes 4 vers 1 tot en met 6. Daar schrijft Johannes: geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Ze zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Tot zover. Het is opvallend hoe vaak in de brieven er opgeroepen wordt om alert te zijn voor dwaalleer. Zeker in onze tijd zijn die oproepen niet overbodig. We leven in een tijd waarin de informatievoorziening groot is. Er is veel te zien en te horen. Via algoritmes krijgen we hetzelfde of een variant nog eens te horen en te zien. Zo wordt de boodschap er eenvoudigweg ingeslepen. De brieven schudden ons wakker, pas op. Wat interessant, vertrouwd of goed klinkt, komt niet per definitie bij God vandaan. Staat soms zelfs haaks op wat God zegt en vraagt. Het is zo eenzijdig dat het geen recht doet aan wat de Heere te zeggen heeft. Of het ligt mijlenver vandaan bij wat God in de Bijbel zegt. In hoofdstuk 4 vraagt Johannes aandacht voor de geest van de antichrist. Wat is die antichrist? Regelmatig wordt bij de antichrist gedacht aan een figuur die zal optreden even voor de wederkomst. Een figuur die het tegenbeeld van Jezus is en die zich zal verheffen als heeft hij goddelijke macht en kracht. De kanttekeningen van de Statenvertaling schrijven bij hoofdstuk 2 vers 8, waar het ook over die antichrist gaat, dat we niet moeten denken aan één persoon, maar aan verschillende personen die elkaar opvolgen. Begrip antichrist komen we alleen tegen in de brieven van Johannes, om precies te zijn in een viertal verzen. En dan blijkt het in Johannes inderdaad om stemmen te gaan die de Zoon van God loochenen. Ze maken Jezus onbelangrijk. Ze stellen iets anders voor hem in de plaats. Misleiders zijn het die optreden in de laatste dagen. De laatste dagen, dat is de periode die al liep op de Pinksterdag en doorloopt tot de wederkomst. In de laatste dagen treden dwaaleraars op die afrekenen met Christus. Johannes ziet dat in zijn tijd gebeuren. Er waren dwaaleraars die zeiden: Jezus is niet echt mens, hij heeft een schijnlichaam. De goddelijke geest van Christus heeft een lichaam zonder gewicht. Je kunt het niet aanraken, je kunt er om zo te zeggen zo doorheen lopen. Het is een geestelijk lichaam. Anderen zeiden: toen Jezus gedoopt werd, werd hij met de goddelijke geest vervuld. En vlak voor hij lijdt en sterft, verlaat de goddelijke geest hem. Geen wonder dat Johannes in vers 3 schrijft: elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dus iedereen die niet zegt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is niet uit God, maar dat is de geest van de antichrist. Iedere geest die niet belijdt dat Jezus in het vlees gekomen is. Johannes en de gemeenteleden toen hadden daar volop mee te maken. Als je er zo wat over nadenkt, dan zou je kunnen denken dat het vandaag niet meer zo speelt.
In onze tijd wordt het mens zijn van Jezus breed bevestigd. Jezus als een wijsheidsleraar, Jezus als een inspirerend persoon waar je veel van kunt leren. Een kerstfeest wordt breed gevierd, velen weten van het kind in de kribbe, menigeen vindt het ook nog wel aandoenlijk. En toch is daarmee niet alles gezegd. Het gaat Johannes maar niet om de mens Jezus alleen, maar om het woord dat vlees geworden is. De Zoon van God is mens geworden. En staat dat ook vandaag niet volop ter discussie? God en mens tegelijk. Hoe bestaat het? Zo wordt er geredeneerd. Het roept irritatie op bij denkers. En in stromingen en sekten wordt het ontkend. Bij andere wereldgodsdiensten valt men er overheen. Religieuze dialogen fietsen hier omheen of lopen erop stuk. De belijdenis dat de Zoon in het vlees gekomen is, behoort tot de kern van het evangelie, want zo is hij bij macht om de straf te dragen die ons tevreden aanbrengt. Zo kan hij het probleem van de zonde aanpakken en triomferen over dood en duisternis. We kijken nog wat verder. De ontkenning dat Jezus in het vlees is gekomen had ook te maken met het accent op de verhevenheid van Christus. En dat als voorbeeld voor ons mensen. Zijn goddelijke hoogheid als voorbeeld om jezelf terug te vinden in goddelijke grootsheid. De mens die verwijlt in God. De mens die opgaat in God. De mens als God. Nou ja, daar speelt de duivel al vanaf het paradijs op in en dat gaat nog altijd door. En daarbij is dan geen plaats voor sterven aan jezelf. Met Christus gekruisigd te worden en jezelf te verliezen om het leven buiten jezelf in Christus te vinden. We geloven maar wat graag dat dat allemaal niet eens nodig is. Buiten ons zijn er zoveel stemmen die een andere weg wijzen. Velen willen daar helemaal niet aan. Hij in mijn plaats, gekruisigde Christus die de straf draagt. Hij die zijn bloed laat vloeien om zo redding te brengen. Als mens geloof ik het ook maar wat graag. Het welt zomaar op in je eigen hart en in je eigen leven. We willen onszelf opwerken en groot maken en we hebben de neiging om Christus aan de kant te schuiven. Maar de Geest van God leert je anders zien en denken. Hij laat het je weten hoe nodig het is dat Christus in het vlees kwam. Hij laat het gekruisigd lichaam van de Heer Jezus zelfs evangelie voor je worden. Ja, uit God geboren leer je amen zeggen, inderdaad, in het vlees gekomen, om mijnentwil. Hij heeft zich voor mij moeten vernederen. Vernederen, zegt de catechismus, vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God, die niet anders betaald kon worden dan door de dood van de Zoon. Goddank, hij is die weg gegaan. Het is aangrijpend om te zien dat mensen om je heen afhaken en loslaten. Zoveel worden op een ander spoor gezet. Ja, er wordt in de wereld geluisterd naar stemmen die afrekenen met Christus. Het oefent invloed uit. Het vindt aanhang. Mensen rekenen af met die schuldovernemende borg. Willen er niet aan van weten. Kies een andere weg. En je denkt zomaar bij jezelf, waar blijf ik eigenlijk? Zeker als je weet hoe zwak van moed en klein van kracht je bent. Bemoedigend is dan wat Johannes schrijft aan de gelovigen. U hebt overwonnen. Hoe kan dat?
Nou, de geest die in u is, is groter dan die van de wereld. Het is de Heere zelf die je alert maakt, die je vasthoudt, die ervoor zorgt dat je het volhoudt en dat je het uithoudt, dat je de stem van de goede herder hoort en dat je hem volgt en blijft volgen. Het is een smal spoor en soms voelt het ook wat verlaten. Zeker ook als ik zie hoe in de familiekring anderen een andere weg kiezen. Maar hij gaat voor. Hij maakt af wat hij begonnen is. Waag het met hem die zijn leven heeft gegeven voor de schapen. Luister naar hem. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons, zegt Johannes in het 6e vers. Achter de Heer Jezus maar aan. En midden in de aanvechting klinkt het dan toch vanuit mijn hart. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Amen. Laten wij samen bidden. Heren, wij leven in een wereld waarin zoveel stemmen klinken die afleiden, die het evangelie verdonkeren manen, die het eenzijdig maken, die de blik op de Heere Jezus troebel maken. Heere God, wij bidden u, houd ons dan vast. En leid ons achter u aan. Doe ons leven bij het evangelie van de gekruisigde en opgestane Heere. Houd ons vast, zodat wij u vasthouden. Zie ons aan, opdat we uw stem zullen horen. Heere, wij bidden u, ga met ons, ook in het verdere van deze dag. U kent ons, u weet wat we nodig hebben, ook in ons persoonlijk leven. U weet waar we dankbaar voor zijn als er mooie dingen gebeuren in ons persoonlijk leven, in de familiekring. U weet ook, Heer, als het moeilijk is, als er de leegte en de stilte is, als er verdriet is, omdat mensen ons zijn ontvallen, omdat er pijn in het hart is, omdat we geliefden andere wegen zien gaan. Heere, wij bidden u, wilt u zijn bij ons dorp en bij de kerk? De kerken in ons dorp, wilt u uw gemeente vasthouden en wilt u doorgaan met uw werk. Geef dat de wagen van u door het dorp zal blijven gaan en dat jongeren en ouderen u lief hebben en u dienen. Wij bidden u, Heere, wilt u zijn bij deze wereld waar oorlog is, waar geweld is, waar onrecht is, waar mensen lijden aan honger en dorst, waar medisch weinig middelen zijn in sommige delen van de wereld. O God, wilt u uitkomst geven? Wilt u zich ontfermen over de mens in nood, dichtbij en verder weg? Wij bidden u voor uw volk Israël, geef vrede. Wij vragen u, Heere, wilt u geven dat hun ogen opengaan voor Jezus, Messias? Zo leggen we onze gebeden voor u neer. We danken u voor het vele goede. Grote God, voor u is alle eer. Amen. Fijn dat u geluisterd hebt. Ik wens u nog een goede dag.